verrichting. Nee? Ja. Wat is je vee volk, zeg. Welkom, Germain. Onze 100-jarigen. Van harte welkom. En ik moet Germain heel dankbaar zijn, want ze is net voor haar 100-jarige verjaardag naar het Warmhof verhuisd. Dus, dank u wel Germain, zodanig dat wij hier een feestje kunnen vieren. Beste Germain, het was zondag precies 100 jaar geleden dat je hier in Maldegem het levenslicht zag. Je was de tweede dochter van Edmond de Smet en Esther Leloup. Dat klopt allemaal? Ja. Jouw zus Yvonne was 2 jaar en 3 maanden ouder. En de ouders van Germain die hadden een fietsenzaak. En in die fietsenzaak werden er ook kinderwagens en later ook brommers verkocht. En hier heeft ze naar eigen zeggen haar thuis gevonden. Als dat niet mooi is. Germain, ik wil je nog vele mooie momenten toewensen hier. En wie weet, hè, volgend jaar zijn we hier weer te gast als je 101 kaarsjes uitblaast. Proficiat, Germain. Het is een foto van onze koning en onze koningin met de felicitaties daarmee. En we zetten ze nog een keer in de bloemetjes. En nog een keer een applausje natuurlijk. Een mooi zoetje toch? En Germain kan dat op haar kast zetten als herinnering aan deze mooie dag. Ja, lang zal ze leven. Ik sta voor dat iedereen uit volle borst meezingt. Voor Germain. Lang zal ze leven. Lang zal ze leven. Lang zal ze leven in de gloria. In de gloria.